Wel, de looks van de Suzuki Swift vind ik eigenlijk heel leuk. Hij is heel aerodynamisch. Ziet er toch sportief uit. Hij heeft wel grote spiegels, maar dat vind ik belangrijk. Het is heel praktisch voor in het verkeer. En door die aerodynamica is het wel zo dat het ook heel positief is voor het verbruik. Het interieur is eigenlijk heel degelijk. Mooi, strak. Ik vind deze combinatie met zilver en zwart vind ik eigenlijk heel leuk. De wagen heeft zeker potentieel in de fleetmarkt. Nog een sterk punt aan de Swift is eigenlijk met de dieselversie dat je niet het idee hebt dat je met een diesel rijdt. Hij rijdt zo vlot, koppel onderin en ook trekkracht voldoende als je het nodig hebt, zelfs met 75 pk. En dat is echt wel vrij impressionant. Over de rijsensaties van de Swift merk je eigenlijk het meeste op een rijvaardigheidsterrein, want dan kan je die extreme elementen naar boven halen. En dan zie je dus dat de Swift echt wel een wagen is die een heel goede respons geeft. Het stuur is heel direct. Hij heeft ook een korte draaicirkel, wat het heel praktisch is om vlot door het stad te gaan. Je merkt het direct, het ABS-systeem is heel efficiënt. En je merkt ook met het ESP-systeem dat de wagen constant in de goede richting wordt geholpen en heel efficiënter bovendien. Hier op het rijvaardigheidsterrein merk je direct dat de kwaliteiten van deze wagen zeer hoog liggen qua wegligging. Noodstop is echt wel impressionant en zeker met het ESP-systeem op de wagen, moet ik eerlijk zeggen, is dit echt wel een van de veiligste wagens die je kan hebben in dit segment.